Hallo, welkom bij Viva Yoga Snack. Ik ben Nathalie van Be More Yogic. En vandaag zullen we de zon weer aanwakkeren in onszelf wanneer we last hebben van de Monday Morning Blues. Dat overkomt ons allemaal natuurlijk wel eens. Na zo'n heerlijk lang weekend, lekker doen waar je zelf zin in hebt. En dan moet je weer beginnen. Niet altijd even leuk. In de yoga-traditie wordt de zonnegroet beoefend om de zon, het vuur, het licht in jezelf aan te wakkeren. Niet alleen wordt de zon zelf aanbeden, maar vooral ook die bron van licht die binnenin jou aanwezig is. Zodat je zometeen vanuit dat licht weer helemaal vol goede moed aan je dag kunt beginnen. Kom staan aan het begin van je yogamat. Voeten heupwijd apart. Je tweede tenen wijzen naar voren. Kracht, trek je van de aarde omhoog. In je benen. Onderbuik naar binnen. Ruimte in je borstkas. Schouders ontspannen op je rug. Lengte in je nek. Je kruin omhoog gestrekt. Adem in. Handen voor je borst samenbrengen. En neem heel even één ademhaling de tijd om je te verbinden met alle kwaliteiten die al binnenin jou aanwezig zijn. Adem dan volledig uit en met de volgende inademing strek je je armen omhoog. Kijk omhoog. Adem uit, buig naar voren vanuit het bekken. Handen naast je voeten. Adem in, verleng je rug. Kijk naar voren. Adem uit, stap of spring in de plankhouding en kom van daaruit naar de grond toe. Misschien door je ellebogen te buigen langs je zijde, maar misschien toch maar even eerst nog je knieën naar de grond. En van daaruit helemaal naar de grond toe komen. Adem in, strek je borst. Bhujangasana, cobra. Adem uit, naar voren en omlaag. Krul je tenen naar de grond. En kom weer terug in die omgekeerde hondhouding. Gewicht gelijk verdeeld over je hele palmen, alle vingers. Actief. Schouderbladen smelten op je rug. Lang in de rug. Eventueel mogen de knieën gebogen blijven. Adem in, kom op je tenen, kijk naar voren, stap of spring, je voeten naar voren, plaats die weer bewust tussen je handen, verleng je rug, Urdhva Uttanasana, en met een inademing kom je weer omhoog, span daarbij je bek aan, onderbuik, schouders, adem uit, handen terug voor je borstkas, Namaste Mudra. En ontspan. En dit gaan we gewoon lekker even samen nog twee keer doen. Adem in. En uit. Adem in. En uit. Adem in. En uit. 5 ademhalingen hier. Adem in, kom op je tenen, buig je knieën, kijk naar voren, stap of spring. Voeten tussen je handen, verleng je rug, adem uit. En adem in, kom weer omhoog. Adem uit, handen voor je borst samenbrengen en ontspan. Gaan we even voor de variaties door met Surya Namaskar B. Adem in, Utkatasana. Adem uit, buig naar voren vanuit het bekken. Adem in, verleng je rug. Adem uit, Chaturanga Dandasana. Adem in, naar voren en omhoog, Urdhva Mukha Svanasana. Adem uit, Adho Mukha Svanasana. Draai je linkerhiel naar het midden van je mat. Adem in. Adem uit. Staartbeen naar beneden, onderbuik naar binnen. Armen omhoog. Adem uit.
Chaturanga Dandasana. Adem in, Urdhva Mukha Svanasana. Adem uit, Adho Mukha Svanasana. Rechterhiel naar binnen, linkerbeen omhoog. Adem uit, linkervoet naar voren. Staartbeen naar beneden. Adem uit. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha Svanasana. Op de inademing. Uitademing. Adho Mukha Svanasana. 5 ademhalingen. Doe me iets korter voor je. Adem in, buig je knieën, kijk naar voren. Stap of spring. Je voeten tussen je handen, verleng je rug. Adem uit, ontspan. Adem in, kom weer rustig omhoog. En adem uit, handen voor je borstkas. Ontspan. De 2 verschillende variaties van de zonnegroet die ik zojuist gedaan heb, kun je ieder 5 keer doen in de ochtend. Ben je er zeker van dat je hele lichaam lekker opgewarmd is, gestrekt. Je spijsverteringsorganen die zijn gemasseerd. Je zenuwstelsel is lekker wakker en opgerekt. En je bent weer helemaal klaar voor. Bedankt weer voor het kijken. Dit was Viva Yoga Snack. Als je zin hebt, kun je ook de andere filmpjes van Viva Yoga Snack bekijken. Tot ziens!